Niet de honderdste voor Lewis Hamilton. Ook niet de vijfde voor Max Verstappen. Maar Valtteri Bottas pakt in Portimao zijn zeventiende pole position in de Formule 1. We gaan terugblikken op de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal met Ronald Vording. Ronald, um, sportieve revanche voor Valtteri denk ik. Ja, nee, absoluut. En dit hebben we eigenlijk al gisteren een beetje, een beetje aangestipt. Hè? Ik bedoel, mijn voorspelling klopte weer niet. Ik, qua voorspellen ben ik eigenlijk een beetje de, de, de Valentijn Driesen van de, van de Formule 1-wereld. Uh, maar we hebben natuurlijk wel benoemd dat Bottas heel vaak boven komt drijven, juist in deze omstandigheden. Hè? Wel in het droge, maar heel weinig grip op die, op die slicks. Dat kun je een beetje vergelijken met Sochi eigenlijk. Ja, en daar heeft hij vandaag optimaal van geprofiteerd, want alle coureurs, ook na afloop in de media sessies, iedereen die begon steen en been te klagen. Maar Bottas komt daar dan toch het minst slecht uit. Uh, en het tweede aspect dat heel erg uh, meetelt, is dat zij de banden veel beter op temperatuur kon krijgen. Dat nekte hem natuurlijk in uh, in Imola. Nou, hij zei: we hebben de break tussen Imola en Portimao vooral gebruikt om dat probleem te adresseren met Mercedes. We hebben keihard gewerkt. We hebben onze lessen geleerd en ja, dat zag je terug. Bovendien moet je ook zeggen dat Mercedes in Portimao, en zeker in deze omstandigheden, ook wel ietsje beter uit de verf komt dan, dan Red Bull. Dat zag je vorig jaar al toen de Formule 1 voor het eerst een bezoek bracht aan, aan Portimao, voor een raceweekend althans. En dat zag je nu weer. Die, die Mercedes auto heeft er iets minder last van. Nou, tel daar de kwaliteit van Bottas bij op en dan krijg je deze uitslag. Ja, je noemde het heel even, Sochi, daar is hij ook altijd goed, hè? niet voor ja. niks. Um, ja. De enige man die vandaag in de 1-17 wist te duiken was Lewis Hamilton in Q2. Ja, dat wist hij in, uh, in het derde deel wist hij dat niet meer te evenaren. Hè? Nee, nee, maar hij, hij zei na afloop ook uh, te, te, tegen ons van de schrijvende pers van ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik een hele rommelige kwalificatie heb afgewerkt. Jij noemde het in het begin al, hij had zijn honderdste pol kunnen pakken. De eerste Formule 1-coureur die dat had kunnen doen. Nou ja, die honderdste pol komt er vroeg of laat echt wel. Maar hij zei vandaag was het van mijn kant niet echt goed genoeg. Ik reed in Q2 de allerbeste ronde, maar daarna kon ik het niet meer even naren. Dus hij stak de hand in eigen boezem. Maar hij was ook wel een beetje kritisch op de tactiek van, van Mercedes. Vooral in Q3. Uh, want Mercedes deed daar iets apart. Ze deden de eerste runs gewoon op soft, wat iedereen deed. Maar die tweede runs deden zij op mediums. En daar zat een idee achter. Zij dachten: oké, okay, wij doen gewoon een outlap. Dan doen we nog een extra prep lap. Dus een soort extra voorbereidingsronde om die banden op temperatuur te krijgen. En daarna knallen wij op die mediums. Omdat ze daar in Q2 ook zo verschrikkelijk hard op gingen. Uh, maar Hamilton zei: ja, de baanomstandigheden waren daar in Q3 niet met naar. Dus wij hadden gewoon op soft moeten gaan. En ja, weet je, Mercedes had zoiets van: gelijke monniken, gelijke kappen. Als wij. Bottas op medium naar buiten sturen, dan moeten we dat bij Lewis ook doen. Maar daar was Lewis niet heel erg blij mee. Ja, ook niet heel blij hij was Max Verstappen na afloop. Uh, <laughs> nee, hij, was hij was eigenlijk de snelste in het derde deel, maar zijn, zijn snelste ronde werd weggestreed. Ja, het mocht uh, klaarblijkelijk gewoon niet, uh, niet zo zijn voor hem vandaag. Hè? Nee, de hele kwalificatie liep eigenlijk niet. Hè? Ik bedoel, de derde vrije training, uh, daarin gaf hij wel zijn visitekaartje af, maar vanaf Q1 liep het al niet lekker. Uh, je had natuurlijk al die bodemradio van, ja, waar is mijn topsnelheid gebleven? Want ja, dit voelt heel anders dan, dan eerder vandaag. Nou, is dat probleem richting Q3 wel, wel opgelost? Uh, dat zag je natuurlijk ook wel aan die ronde, hè, waarin hij gewoon de, de snelste tijd van Q3 klokte. Maar hij zei, ja, het was heel maf qua, qua baanomstandigheden. Ik had totaal geen grip. Ook in die ronde zag je dat, want hij ging wijd in bocht 4. Hij zei, nou, bocht 4 is normaal gewoon makkelijk vol gas. Maar ik kreeg in één keer een snap met die auto, waardoor ik te wijd vloog. Hij zei, ja, ik begrijp er nog niks van. Uh, maar volgens Max was er nog geen man overboord. Want hij zei, ja, weet je, uh, de omstandigheden waren waardeloos. Maar in mijn optiek hadden we die ronde nog wel een keer kunnen rijden. Uh, dus hij ging in de slotminuten nog een keer naar buiten. Zat naar eigen zeggen, dat kan, kunnen zij op het dashboard zien. Hij zei, ik zat naar eigen zeggen binnen een tiende van mijn eigen tijd. En toen reed Vettel in de weg. Dus ja, hij was ook behoorlijk boos op, uh, op Vettel. Dat zag je hem de afloop trouwens ook bespreken met Sergio Perez. En dan ging ik even nababbelen, maar toen kwam er een camera bij. En toen was ik wat geïrriteerd dat hij zei van ja, rot op met die camera. Want dat ging ook daarover. Dus uh, nee, nee, Verstappen was in de afgelopen uh, een beetje geïrriteerd, boos. Zowel over zijn eigen kwalificatie als over Vettel. Maar bovenal over het circuit van Portimao. Want hij zei dit circuit stond in mijn persoonlijke top 3. Maar met die nieuwe asfaltlaag die er sinds vorig jaar ligt vind ik eigenlijk niks meer aan. Hij zei letterlijk ik heb dit weekend nog geen enkele ronde genoten. Je noemt hem al heel even. Sebastian Vettel, uh, voor het eerst in 15 races wist de Duitser zich weer eens de melding Q3. Uh, ja, goede kwalificatie van de eerste Martin-keurier, ook een goede kwalificatie van zijn opvolger bij Ferrari, Carlos Sainz. Uh, ja, die was sneller dan, uh, dan team van Charles Leclerc, vijfde. En zijn opvolger bij McLaren dan weer, Daniel Ricciardo. Ja, die had dan weer geen goede kwalificatie, zestiende. Ja, ja, uit mijn hoofd is dit voor het eerst sinds Japan 2019 dat Ricciardo sneuvelt uh, in Q1. Dus ja, dat zegt wel iets. Uh, nou zat dit er ook wel een heel klein beetje aan te komen, omdat natuurlijk uh, Lando Norris gisteren al zei: van ja, wij gaan echt met McLaren niet zo makkelijk Q3 halen. Het grappige was wel dat Norris gisteren heel bezorgd was. En dat Ricciardo vrij optimistisch was, want die zei: Ja, maar mijn gevoel in deze auto wordt juist beter en beter. Nou, vandaag was er niet veel van te merken. Je merkte ook wel na afloop dat hij zelf met meer vragen dan antwoorden zat, ook in zijn babbeltje met de pers. Want hij zei wel, ja, het verkeer heeft mij genekt. Het was eigenlijk chaos ook in Q1, dat heeft iedereen wel kunnen zien om een gat te vinden. Zij dus zei, zeker die ronde op soft, werd ik enorm gehinderd en dat heeft mij niet geholpen. Maar hij zei, voor de rest zat de snelheid er ook niet echt goed in. En moeten wij nog analyseren waar dat aan ligt. Dus hij zat ook een beetje met ja, veel vraagtekens in zijn hoofd. En was natuurlijk bijzonder teleurgesteld, wat ook wel logisch is. Ja, hij zou zelfs uitgeschakeld worden in Q1 is als je ergste nachtmerrie. Ja. Ik, wil zijn, ik wil zijn nachtmerries. Um... <laughs> een stuk beter ging het voor George Russell. Uh, Mr. Saturday ja, stond er weer gewoon heel goed bij met de Williams op 11. Ja, het is een beetje, qua Russell was het eigenlijk een beetje... Jantje huilt, Jantje lacht. Hè? Hij is natuurlijk gisteren nog een keer heel diep door het stof gegaan... Hè? na dat statement wat hij naar e Imola heeft afgegeven... Hij zei gisteren nog een keer van ja, dat is niet wie ik ben en excuses aan Wolf, Mercedes. Nou ja, iedereen eigenlijk. Hij ging het hele rijtje bij langs. En vandaag uh, in zijn gesprek met de pers stond er weer iemand met een, met een glimlach. Zijn beste kwalificatie in dienst van Williams. Uh, hij zei zo voelde het ook. Het was voor mijn gevoel ook echt, echt mijn beste kwalificatie tot nu toe. Uh, en dat biedt heel veel kansen voor morgen. Want hij zei zelf, ik heb nu een beetje het beste van twee werelden. Kijk, we staan met P11, hebben we gewoon een goede uitgangspositie. Maar P11 betekent ook dat wij een vrije bandenkeuze hebben. Hij heeft een, bijvoorbeeld een paar gasten voor zich. Die hebben alles moeten riskeren om Q3 te halen. En moeten dus op soft vertrekken. En hij kan morgen gewoon een setje medium pakken. Of nou ja, wat hij ook maar wil. Dus hij zei, wij moeten morgen eigenlijk punten scoren. En dat zou natuurlijk een ultieme revanche zijn voor uh, Imola. Daar leek hij op eigen kracht op weg naar de punten. Nou ja, we weten allemaal hoe dat geëindigd is. Uh, en hij zei toen na Imola al van... Wacht maar, wij krijgen nog wel meer kansen om punten te scoren. En voilà, de eerstvolgende kans lijkt zich nu al voor te doen. Ja, gaan we door naar morgen. Uh, twee Mercedes op de eerste startrij, twee Red Bulls op de tweede startrij. Wat gaan we zien morgen? Ja, dat is een, uh, een hele goede vraag. Kijk, we hebben dit gisteren ook al besproken. En toen zei ik natuurlijk, ja die long runs van Red Bull die zagen er best wel goed uit. In ieder geval bij, uh, bij Verstappen. En dat zei hij zelf ook in de persconferentie. Hij zei ja, over, over iets langere afstand uh, lijkt onze snelheid wel in orde. Maar dat is geen garantie dat we een herhaling van Imola krijgen. Want hij voegde meteen toe: Ja, juist doordat die omstandigheden op dit circuit zo beroerd zijn en dat we zo weinig grip hebben, wordt het heel, heel, heel erg lastig om een andere auto dicht te volgen. Maar ja, dat kan je wel voorstellen. Je hebt al weinig grip. Maar als je binnen anderhalve seconde van je voorganger komt, krijg je ook nog met vuile lucht te maken. Nou, dat betekent nog minder downforce. Uh, dus het wordt gewoon echt heel lastig, denk ik, om morgen te volgen en de aanval in te zetten als je niet echt overspeed hebt. Dan moet Red Bull misschien op tactisch vlak iets gaan proberen met een undercut hier of daar. Maar daarvoor wordt die eerste stint uh, cruciaal. En daarvoor wordt weer cruciaal hoe snel Red Bull op de mediums is. Want we hebben allemaal in Q2 kunnen zien dat Mercedes verschrikkelijk rap gaat op die gele banden. Dus ja, het wordt tactisch een hele interessante, maar ook een hele moeilijke puzzel voor Red Bull om morgen. Uh, toch naar zich toe te trekken. Aan de andere kant is Max daar ook reëel in. Hij zei: uh, Ik geniet niet van dit circuit. En als dit gewoon niet ons weekend blijkt te zijn, nou dan is dat maar zo. En dan moeten we gewoon uh, damage limitation, hè? schade beperkt houden, punten pakken voor het kampioenschap en door. Ja, vorig jaar was eigenlijk alleen die openingsronde wel spectaculair. Ik hoop dat het uh, morgen iets langer uh, uh, leuk blijft. Ja. Hoe laat gaan we beginnen morgen, de race? Vier uur. Vier uur Nederlandse tijd. Uh, ja, dan moet iedereen er klaar voor zitten, denk ik. Oké, okay, nou uh, gaan we naar afloop gaan we weer terugblikken, abonneer je even op dit kanaal en uh, zet ook even het belletje aan, dan krijg je meteen een melding wanneer de, de nieuwe video online staat. Ik zeg uh, veel plezier met race morgen, nog even een uh, korte voorspelling, wie wint er? Heel kort. Ja, poeh, ik heb gisteren gezegd Verstappen, het is heel flauw om daar nu van af te stappen, maar ik ben toch wel onder de indruk van Mercedes op de mediums, dus ik denk dat er een Mercedes gaat winnen morgen. Ja. Sorry. <laughs> maar het goede ja. nieuws is, ik zit er altijd naast hè, met mijn voorspellingen. Dus als ik nu ja, een met steeds. Ik heb Valentijn Triester van het voorspellen. Dus, uh... Ja, daarom, dan wordt het waarschijnlijk verstoppen alsnog.